Om de rug staat garant voor producten waarmee je hoge efficiëntie kunt bereiken. Maar bij hoge efficiëntie in de landbouw hoort ook know-how en kennis en training. Daarvoor hebben we de Homburg Academy. En vandaag hebben we de Twindag in het kader van die Homburg Academy. We leren niet alleen van Homburg vandaag, maar ook vooral van elkaar. De man op de trekker met de veldspuit van elkaar leren. Hoe kunnen we de besparingen die we willen bereiken, hoe kunnen we die ook daadwerkelijk met elkaar bereiken? Ik ben Rob Wessels, ik werk voor Bakker Barendrecht. En Bakker Barendrecht is een logistieke dienstverlener voor een aantal retailers in Europa. En wij hebben een logistieke positie tussen de teler aan de ene kant en retail aan de andere kant. Dus wij stemmen aanbod en vraag op elkaar af. Ik ben vandaag uitgenodigd om iets te komen vertellen over gewasbescherming in de keten. En innovatie die daar een rol zou kunnen spelen om uiteindelijk te zorgen dat we beter tegemoetkomen aan de wensen van de klanten. Ja, en het blijkt dat met innovatie dat je degelijk bewuster kunt omgaan met middelen. En dat met allerlei innovaties op het gebied van spuitapparatuur, van technieken, systemen, teeltsystemen, dat we echt slagen kunnen maken om naar minder middel toe te gaan. En uiteindelijk is dat toch iets wat de klanten en de consumenten appreciëren. Dus dat is iets wat we doen. Ik ben Maurits Hoekstra, we hebben meer dan 30 jaar spuitervaring. Zowel met conventionele spuiten als windsprayer en nu sinds 2 maanden met Hardy Twin. En ik ben hier op de Twindag geweest om wat te leren van anderen, omdat ik er zelf nog niet zoveel van weet. En ik heb inmiddels heel wat geleerd en dat ben ik van plan om toe te passen. Mijn naam is Paul Versluis, ik ben Twin gebruiker van de Hardy Twin. We hebben vandaag hier met gebruikers samen aan het sparren geweest van hoe we nou de zaken beter kunnen doen met elkaar. Er zit best veel techniek op zo'n machine. En ja, hoekverstellingen, hoeveel wind, onder welke omstandigheden, welke druppelgrootte. De wetgeving die op een gegeven moment een rol speelt van wat mag er wel, wat mag er niet. En ja, het was een hele leerzame ochtend. We hebben veel van elkaar geleerd en ik denk dat we dat vaker moeten doen om van elkaar te leren hoe een Hardy Twin onder de beste omstandigheden zijn werk doet. Een Hardy Twin probeer je natuurlijk onder de beste omstandigheden met een fijne druppel in het gewas in te dringen. Dat is een betere spuittechniek natuurlijk dan hoe grover de druppel is. Nou, op dat moment kunnen we daar ook middelen mee besparen, dat is al wel bewezen. En ja, tot 30% middelen besparen, dat brengt ook een kostenreductie met zich mee, waar de duurdere investering dan weer mee betaald wordt.